Vrienden, hebben jullie gisteren de krant gezien? Ja, daar staat mijn verstand gewoon weer stil. Dan denk ik, hoe is dit nou toch? En hoe is het mogelijk? Gewoon de krant van gisteren. Ik kijk even met me mee wat ik dan lees. Gewoon. En dan begin ik gewoon met een bericht van een. Het is dan een paar dagen geleden gebeurd. In Italië, in het plaatsje Garda. En daar zijn dan 4 Nederlandse jongens. Hè? En die slaan een Nederlandse jongen van 18 jaar, die slaan ze in elkaar. Tot bloedens toe. Schoppen en slaan en noem het maar op. Hey, hebben we dan helemaal niks geleerd van dat verhaal in Mallorca met die kopschoppers? Kennelijk niet. Nee. En dan denk je, zo'n Mallorca of wat dan ook, is misschien dan een incident. Het is geen incident meer. Nee, nee. Het is een trend geworden. In Nederland. Dat lees ik dan gewoon in de krant. Op één dag, hè. Dit zijn allemaal berichten van één dag. Want vlak daarna lees ik het volgende bericht. Ja, en dat gebeurde dan in Zeeland. Bijna zo'nzelfde soort verhaal. 2 jongens uit Breda, die helemaal in elkaar geschopt. Die gingen allemaal met gebroken botten in hun gezicht. Kun je je voorstellen? Het ziekenhuis in, ernstig gewond. Hoe vind je die? Dat gebeurt dan gewoon. Gewoon mensen in elkaar beuken gewoon. En dat gebeurt dan weer door een groep jongeren. Wat moeten we daarmee? Hoe moet dat nou verder? Nederland is gewoon op drift geraakt. Ja, en hoe moet je dat dan oplossen? Ja, geen idee. Ik weet het niet. Is dat dan toch die opvoeding? Of is het de militaire dienst weer invoeren? Of is het dan zwaarder straffen? Ik weet het echt niet. Of is het een samenstelling van al die dingen? Of is het van al die dingen een klein beetje? Het is zo complex, het is zo moeilijk. Want niet veel later zie ik het volgende bericht. Dan zie ik gewoon staan dat Mark-Marie Huibrechts, die is mishandeld op de Herengracht. Ja, die is op zijn fietsje op de Herengracht. Die ziet een auto voor zich, die denkt, nou ja, ik bel even dat ik eraan kom. Die auto die gaat een beetje naar links en dus hij belt nog een keer, zo van, ho ho, kijk uit, hier ben ik. En toen stopte die en er stapt een vrouw uit en die geeft hem een klap voor zijn harses. Gewoon een klap in zijn gezicht. Zomaar midden op de Herengracht. En daarna is hij nog eens een paar keer uitgescholden voor vuile vieze homo. Nou zeg! En dat was dan een oudere vrouw. Hoe vind je die dan? Ja! Dat Nederland is in zo'n geestelijke staat van ontbinding geraakt. Dat is werkelijk niet meer te beschrijven. Dit kan toch gewoon niet? En dit soort dingen, dat zijn geen incidenten meer. Dat zeg ik nogmaals. Dit is een trend. En er moet snel wat aan gebeuren. Of de politiek en justitie moet misschien dan toch maar eens beginnen met wat hardere maatregelen. Ik weet het ook niet. Nee. Maar wie, oh wie, staat erop? En wie haalt ons uit dit mentale moeras?